het een ander opgeëist hebben. Ja, dat is wel een probleem in zo'n gestructureerde beweging soms. Van nu tot nu zo moet je veel zeggen en harde woorden gebruiken. En de kritiek die klinkt gelijk een bel. Maar eens buiten het lokaal, hè, of als je in een andere groep je beweegt of met arbeiders, dan is het precies dat je zo'n andere zou moeten zijn. Dat je zo voorzichtiger moet zijn, oppassen wat dat je zegt, zeker geen twee woorden te veel, zeker geen kritiekfunctie. Hey, dan moet je zo'n man zijn die alles toedekt, die de twee kanten ziet en zo meer, en zo altijd kronkels maakt. Wij zijn er voor geen kronkels, er moet een rechtlijnigheid zijn. Vooral de ontmaskering van het patronaat uiteraard, maar vooral van de vakbondsleiding, die volgens mij een verkeerde politiek speelde in verband met de overlegeconomie, het sociaal partnerschap, de sociale vrede. En we zien vandaag waar het allemaal naartoe gelopen is. Natuurlijk dat de vakbond me dat niet met dank heeft aangenomen. Ik schreef bijvoorbeeld de vakbondsmisleiding. Dat was genoeg om met een tweede keer als delegé op de boelwerf af te zetten. De nood of de nood. En daarom kunnen we ons hoofd al te omhoog steken en we ons laten binden door profeten, door gunstjes, door al hetgeen dat toch zowel in politieke partijen als in de vakbond gebruik maakt om mensen mond toe te maken en het zwijgen op te leggen. Op 10 februari 1986 spreekt de heer voorzitter Philip Saveris de ondernemingsraad toe. De algemene toestand van de scheepsbouw op wereldschaal is niet hoopgevend. Sinds 1974 is de jaarlijkse productie teruggevallen van 35 miljoen ton naar 12 miljoen ton. En het Europees aandeel in die slinkende markt is afgenomen van 35 naar 16%. De ondernemer wil een versoepeling en verhoging van het scheepskrediet om potentiële klanten, dus ook de eigen rederij, gunstiger financieringsvoorwaarden aan te bieden. Reders kunnen nu tot 85% van de kostprijs van een schip lenen bij de overheid, tegen een interestvoet van 2%. Onder druk van Europese richtlijnen voor capaciteitsafbouw dringt de regering wel aan op herstructurering. Dat wil zeggen afslanking. 1000 werfnummers of 1 op de 3 werknemers worden ontslagen. Reeds in 1985-86, toen er serieuze moeilijkheden zijn geweest rond dit bedrijf, hebben wij aan de overheid gezegd, als jullie de mening zijn toegedaan dat die scheepsbouw beter zou afgebouwd worden, laat ons dat dan samen doen. In 86 had ik uitdrukkelijk de vraag gesteld aan twee ministers, doen we voort of stoppen we ermee? Indien we ermee stoppen, dan zullen we dat propertjes doen, maar u zult ons ook moeten helpen bij dat stoppen. Zoals men zegt, naakte afdankingen hadden kunnen vermeden worden, omdat men in het afloopproces had men nog schepen gebouwd, tot aan een laatste dag. Nee, we moesten voortdoen. Dan moet u resoluut een politiek hebben en niet altijd maar afpingelen zoals men altijd deed. En de dossiers die zouden zogezegd klaarkomen in 6 weken, het was 6 maanden, soms veel meer. En dat gaat dan niet. Een voordeel voor Vlaanderen is ook een voordeel voor Wallonië. Men moest dikwijls wachten tot de goedkeuring van de kredieten via de NMKN om een evenwaardig Waals dossier te hebben. Dus dat is een onmogelijke situatie, want de reden, als die reden een schip bouwt, dat is omdat hij dat schip al lang nodig heeft. Hè. Niet dat hij denkt dat hij dat zal nodig hebben. Dus daar hebben ze dus volledig gelijk. En de politieke wereld is de politieke wereld. Gaat financiën nodig, gaat verkeerswezen nodig, gaat begroting nodig. Gaat dus 3 ministers nodig op zijn minst. En die 3 worden niet altijd van dezelfde partij en ook niet van dezelfde landsgedeelte. Hè. Maar wat wel. En het sterkste aangegrepen is, was 1986, wanneer dat er een verplichte herstructurering gekomen is voor de scheepsbouw en waar dat er 1000 mensen ontslagen zijn. Dat was dat we in 81 Kokkeliaards moesten overnemen en voornamelijk 1000 mensen aanwerven die we niet nodig hadden.
We hebben dan gedurende jaren gevochten en gevroed om daar werk voor te hebben. En in 86 zegt de toenmalige minister van Verkeerswezen, De Croo, dat kan zo niet meer, je zei bij veel te veel volk, je moet 1000 man afdanken. En vooral, zoals ik het noemde, is dan ook gebeurd de syndicale uitmoording. Want een 30, 40 beste militanten, delegees, zijn toen ook aan de deur gezet. En dat vond ik zeer dramatisch voor ieder arbeider, maar vooral voor de syndicale strijd en het syndicale leven heeft men op die moment vermoord en nooit ook met medeweten en met goedkeuring van de vakbond. De vakbondsleidingen hebben de afslanking aanvaard. Ze zeggen geen keuze te hebben, anders is het met de zaad gedaan. De ontslagen erfgenamen van het strijdsyndicalisme daarentegen klimmen in het kraaiennest om de wereld nog een laatste keer hun waarheid te verkondigen. De vakbondsleidingen, vertegenwoordigd door de secretarissen, geven voortaan vorm aan de sociale beweging op Boerwerf. Het syndicaal beleid wordt buiten de werf vastgelegd. De term strijd wordt geschrapt. Sociaal overleg, dialoog, partnerschap, discipline. Dat zijn de nieuwe syndicale woorden. Tijdens algemene vergaderingen op Boerwerf zitten geen militanten meer op het podium. Alleen de secretarissen van de vakbond. De open micro is een beetje minder open. Dan heb ik vastgesteld dat dus de secretarissen, de vakbonden, de mannen waren die hier zagen, zo en zo moest het gebeuren. Ze lieten de mensen niet meer nadenken. Want ze hebben het geld, ze hebben de informatie en ze gaan drang doen. Hè? Maar als democratie betekent wanorde. En als dat dan ook betekent dat ze ergens komen door, dat ze de ruiten inkloppen en dat ze vechten en zo. Als dat democratie, dan zeg ik, dan is het niet. Hè? Dan is het niet. We hebben bewezen. Hè? We hebben bewezen dat met op onze manier te betogen. Hè? Dus een wandeling eigenlijk meer, maar niet afgeven. Hè? En overal kunnen verschijnen, hè, dat meer betekent dan twee keer vechten, want dat wordt gewoon door de pers kapot geschreven. De arbeiders, de militanten en de syndicalisten van vroeger, hè, moeten zich aanpassen met hun tijd. Hè. Vroeger dan had men, ze noemden dan een tafelspringer. Hè. Roepen, tieren, we schieten er hier uit, dat moet veranderen. Nu worden stelselmatig ongeconfronteerd met een bedrijf dat dus personeel in dienst heeft, hè, juridisch personeel in dienst heeft, voor de wetten tot op de draad te kennen, voor te weten wat ze mogen afpakken, wat ze niet mogen afpakken. En daarom moeten ook de vakbonden eigenlijk dus meer evolueren, meer scholing naar andere delegaties en naar andere militanten toe. José, gewezen hoofddelegé en vurigste boerzanger, sprak mij met enig misprijzen over de vakbondsbetogingen tegenwoordig. Hoe ze daar rondlopen, de syndicalisten. In die plastieke zakken met de kleur van hun vakbond. Dat is geen vakbondseenheid, zegt hij. Dat is een cavalcade, een carnaval. Dat is verdelen heers voor de camera's van de televisie. José vertelde verder hoe de delegees van de drie vakbonden op Boerwerf het reclamedrukwerk van hun vakbonden in één bruine enveloppe staken. Vakbondseenheid was voor hen de politieke kleur uitwissen. Ik keek naar José en ik zag dat rotsvast geloof in solidariteit, in echte vakbondseenheid. Wanneer dat je vandaag een geschrift leest, ook bij sociale verkiezingen, punt nummer 1, de tewerkstelling. Alles wordt in functie van de tewerkstelling, de mens eerst. Ze hebben zo'n schone leuzen en slogans. Hij zijn een hoop liefdesverklaringen, ongeloofde, maar van de liefde komt er niet veel. Bij gevolg moeten zij eens gewoon herdenken. Als ze geloofwaardig willen zijn, zullen ze het ook waar moeten maken. Maar dan moet er ook een andere structuur komen. Dan moeten ze een veel grotere solidariteit, niet alleen met woorden, maar in de praktijk durven stellen. Want anders gaan we allemaal sterven op onze eigen akker. Misschien hebben ze dat liefst. Hè? Ik betwijfel dat nog, want een vakbond is zo niet ontstaan. Maar daar moeten ze erover bedenken.